16 van Velkom op het eerste onderwerp 4 wijd. Aanslag nu de derde hoopman Henny Doelmanier. Nog nummer 3. Pick-off 1 naar 3 naar 6 is de eerste 0. En die doelmaling staat nog steeds. Actie 6 naar 3 maakt de 2-0. Aanslag nu midvelder Miek Molenaar, rug nummer 28. Thank you.
de ploeg Korte Stop met rug nummer 63 als eerste slag voor Pirates. Ja, hoor maar. Wat dan?
We beginnen aan de tweedeling voor Twins als eerste aan slag. Eerst honkman Raf Kokuur met rug nummer 22. Drie slag is de 2-0. Na een slag nu tweede hokman Teun van der Meer met rug nummer 4. Teun van der Meer komt op het eerste hok door Hint bij Pietje. Ben van Dulken, de linksvelder met rug nummer 16, is de volgende slagman. Thank you.
actie 4-3 maakt het einde aan de eerste helft van de tweede inning. De stand 0-2-0. We beginnen aan de gelijkmakende slagbeurt van de tweede inning en Kit Gijsbergs, de rechtsvelder, is als eerste aan slag. Drie slag
maakt de 2-0. En aan slag is nu Julius Tempelaars met rug nummer 13, de eerste honkbal. Actie 6 naar 3 maakt een einde aan de tweede inning, stand 0-0. We beginnen aan de derde inning en voor Twins als eerste aan slag rechtsvelder Koen Postelmans met rug nummer 1. Een honkslag voor Koen Postelmans brengt hem naar het eerste honk. En een slag nu de negende in de line-up. De catcher Dick van Hees met rug nummer 14.
voor Dick van Hees is de eerste 0, actie 1 en 3. En Koen Postelmans staat tweede man. Aanslag nu de eerste van de line-up, Jersey van Gol. Een van 4 maakt de tweede nummer. Aanslag nu, Nick Molenaar. Door de derde honkbal maakt een einde aan de derde inning. De eerste helft staat 0 tegen 0.
minder gelijkmakende slagbeurt van de derde inning komt voor Pijers als eerste aan slag de midvelder Dylan Meijvis met rugnummer 22. Dylan Meijvis krijgt het vier wijd en komt op het eerste hoek. En aan slag de allereerste in de line-up Sam van der Ploeg. Stelen. 2-6. Sam van der Ploeg nog steeds aan slag.
actie 6-3 maakt de 2-0. Aanslag naar Geoffrey Verhoef, catcher. Thank you.
opening field hit voor Marcel Eriks brengt hem naar het eerste wonk. Teun van der Meer, de tweede honger. Aanslag. Pick-off 1-3. Teun van der Meer nog steeds gezet.
We beginnen aan de tweede helft van de vierde inning met Aaron Finnegan. Als eerste slag. Slag voor Aaron Finnegan. Geraakt weer voor Max van Kies, brengt hem naar het eerste hoek. Tweede hoek staat nog steeds Aaron Finnegan. En aan slag Kit Gijsbers.
achter me. Dick van Hees voor de slag. Hey Anton, Anton. Hey man. Hoeveel voetbal heb je met mij gegooid? Hoeveel man? We beginnen aan de tweede helft van de vijfde inning. En Jason Bos, de linksvelder, is als eerste aan slag voorbij. Thank you.
laten Nijlen de vijfde inning stand nog steeds 0-0.
opvang 9 is de tweede nummer in Olingenstad. Dan is het ook het eerste. En Marcel Aarts is de volgende slag. Gestolen honk voor Mick Molenaar. Brengt hem naar het tweede honk, maar ze aardt nog steeds aan de slag. Maakt een einde aan de eerste helft van de 16e inning, stand 0 tegen 0. Joffrey Verhoef is als eerste aan slag in de gelijkmakende slagbeurt van de 16. Thank you.
5 na 3 op maand, tweede in de Dorp 7. Max Mokkies aan de slag. Slag voor Max Mokkies brengt hem naar het eerste nummer. Kit Gijsberg is de volgende slag. Na 3 maakt de derde 0 einde aan de 6e inning, stand 0-0. Thank you.
er zijn wat wisselingen in het veld van Twins. Matthew Jozens komt voor Ben van Dulken in de plaats op het rechtsveld. En Koen Postermans is gewisseld naar de linksveld toe. En aan slag is nu Teun van der Meer, eerste helft, 7-1. Wijd brengt Koen Postelmans op het eerste doel. Een aanslag nu Dick van Hees. Thank you.
tweede man. Er is een zoek op heuvel, dat wacht we even af, maar Jesse van Gaal is de voorbeste. Thank you.
Hedebrokken. En de gelijkmaker van 7-1. Slagman is Jason Bos. Drie slag maakt de 2-0 en aanslag Julius Teppelaars. Slag voor Julius Tempelaars brengt hem naar het eerste hok en aan slag Dylan Wijvers. Thank you.
drie slag maakt de derde 0. Einde aan de zevende inning. Stand 1-0 in het voordeel van de Twins. We beginnen aan de eerste helft van de achtste inning met Mick Molenaar als eerste aan slag. Drie slag looking is de eerste naam. Raf Cocu is de volgende slag. Thank you.
3 kip 3 slag voor Maarten Diaby. Maarten Nijn aan de eerste helft van de achtste inning. Stand 1-0 in het voordeel van Twins. Slagbeurt van de achtste inning en als eerste een slag Sam van de ploeg. Actie 3 maakt de eerste 0, aanslag Joffrey Verhoef.
En dan actie 6-3 maakt een einde aan de 8-steen in stand 1-0 in het voordeel van Twint. Van der Meer, eerste als eerste slagman voor de Twins in de begin 9-1. Slag voor Teun van der Meer maakt de eerste 0. Aanslag nu Matthew Jozens, de nieuwe rechtsvelder. Drieslag is de 2-0. Koen Postelmans, nu linksvelder, is de volgende slag. Thank you.
die slag op rij voor Nathan Diaby. Maar eind aan de eerste helft van de negende inning stand 1-0 in het voordeel van Twins.
De heuvel is gewisseld. Jan van Hurk, ontwerpcijfers. 6 keer 3 slag, 2 keer 4 wijd en 7 hoekslagen tegen zijn veld maakt de fouten. Wordt gewisseld voor Raf Cocu, die was eerst eerste hoekman. En Marcel Aerts is de aangewezen slagman geweest, die wordt eerste hoek. Die slag is de tweede nul en dan slag nu Sam van de ploeg.
De stand is uiteindelijk 3-1 in het voordeel van Pirates. We feliciteren Pirates natuurlijk met hun overwinning. We bedanken Twins voor hun sportieve spel. En de heren Has, Fieke en Van der Linden voor het leiden van deze wedstrijd. En voor iedereen straks wel thuis en tot volgende week.